stadionvraagstuk is opgelost door Vitesse. Nu moeten ze nog zorgen dat ze volgend seizoen wedstrijden in de Eredivisie in dat stadion spelen. En voorafgaand aan het seizoen had niemand, denk ik, raar opgekeken als beide ploegen andersom hadden gestaan op de ranglijst. Nu staat RKC 10e, Vitesse 14e. Dat klinkt als niet zo heel ver bij elkaar vandaan. In de praktijk is het dat wel. RKC verloor de laatste wedstrijd voor de interlandbreak. Met 3-1 van NEC hier in eigen huis. Klein tikje in de strijd om een eventuele plek 8. U ziet de opstelling van de thuisploeg. Geen Dario van den Buis. Want een viermans achterhoede. Maar dan komt er elders op het veld een plekje vrij. Dat plekje wordt ingenomen door Florian Jozefsson. Ook Gary en Anita gewoon in de basis. Omdat Oosting, zo zei hij zelf, ze gewoon nodig heeft. Het zijn basisspelers. Ondanks het feit dat ze een lange reis achter de rug hebben vanwege het interlandvoetbal. Speelden allebei met Curaçao tegen de wereldkampioen, tegen Argentinië. Scheidsrechter is Serdar Gusebuyuk. Videoscheidsrechter Ingmar Oostrom. En de tegenstander, dus Vitesse. Daar ontbreekt aanvoerder Bero, die is ziek. Zodoende mag Bartosz Bialek in de basis beginnen. Die de afgelopen weken juist nog niet helemaal hersteld was van een flinke griep. Witek ontbreekt nog altijd vanwege een schorsing na een rode kaart tegen Sparta. Proper, zoals u weet, al langer uitgeschakeld. Daar kan Cocu geen beroep meer op doen. Söntjes op zoek naar de ruimte voor het schot. En bal losgelaten door Scherpen. Kozlowski. Zeuntjes. Clement. Hier is Gary. Jerry Mutonda. Beetje geluk, Clement en Ukili. Is niet zo handig gedaan door Oros. Söntjes uit de draai. Ruim over. De opening van Clement. Söntjes in één keer voor. Dat leidt tot onrust bij Vitesse achterin. Het duel Kramer en Scherpen. Komt een vrije trap voor Vitesse. Jozefsson, een randje buitenspel. Met wat geluk krijgt hij de bal mee. Blijft de vlag naar beneden. Was dit dus een alleraardigste mogelijkheid voor RKC. Te maken. En zo Cornelissen ontfermt zich daarover, probeert het ineens en Vaassen moet naar de hoek, laat hem los en dan is het zeker gevaarlijk. Doet Clement dit goed. Beweging bij Söntjes. Langs Söntjes heeft Kramer voor de goal en dan is het raak. Hij is overal. Mats Söntjes en voelt zich heerlijk in die vrije rol. Wel heel makkelijk weg hier bij Cornelissen. En
Kramer heel makkelijk weg bij Oros. En de rest van de Arnhemse verdediging. Maar ze heeft nu ook het vertrouwen om met aardig wat mensen naar voren te gaan. Kijk maar eens hoeveel mensen voor de bal staan. Tonda. Jozefzoon. Goeie 1-2. Lutonda, oh, goede bal. Jozefzoon, 2-0. Maar buitenspel volgens de grensrechter. Dat is erg zonde. Want dit was een hele mooie aanval van RKC. Stop de muziek. Even luisteren naar de VAR. Hier het bewijs dat het inderdaad net aan buitenspel was. Flamingo. De bal vrijgemaakt, Kozlowski. Dat is Cornelissen. Klaarleggen. Meulensteen. Geen onaardige poging. Manhoef ondertussen. Zoekt naar de ruimte voor een schot. Die ruimte vindt hij niet, maar het schot komt er wel. Namens iemand anders, namens Tronstad. Dat is het laatste wapenfeit van de eerste helft. Gevaarlijke poging nog van Vitesse. Meulensteen. Zo! De tweede keer dat Meulensteen het probeert. Dit was niet zo gek veel verwijderd van de wereldgoal. Weg. Manhoef. Jannik trekt het gat. Manhoef gaat het proberen. En test. Fase. Ruimte gemaakt door Bjalek. Redelijk recht op fase geschoten door Miljan Manhoef. Nog maar half. Tonda gaat ervoor bij Manhoef. Nu is Ukili er vandoor. Is te ver achter Jozef zo om het tempo in die aanval te houden. Maar goed. Er zijn nog steeds wel aardig wat mee naar voren van RKC. Jozef zo naar zijn rechter. Daar is Clement. Oei, oei, oei. Dat is een kunst op zich om hem van zo dichtbij niet op doel te krijgen. Arcus. Maakt voor, daar is Manhoef. Kan net niet bij de bal. Meulensteen. Hij was dichtbij, Manhoef. Hier. Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je jezelf terugziet op televisie. Op televisie. Dat is ouderwets. Op je telefoon. Ongekend. Duivenbode naar Kozlowski. Kozlowski terug richting Van Duivenbode. Een overtreding. Een paar de rooien. Zij zullen, de fans van Vitesse, vooral opgelucht zijn na het nieuws van afgelopen donderdag. De club in ieder geval niet door dat hele gedoe met het stadion de proflicentie kwijtraakt. Heel snel zijn daar dus ook weer de sportieve zorgen. Gari. Aardige bal naar Jozefzoon. Heel nonchalant getrapt eigenlijk. Maar daardoor niet minder effectief. Kramer dan bij de tweede paal. Voorzet van Lutonda. Lelyveld. Zeuntjes. Krijgt hem voor. Nou ja, voor. Meer een doelpoging. Tronstad zoekt. Ginkel. Lekker van Manhoef. Tonda kwijt. Manhoef. En Vaas. Ja.
Vitesse weg. Daar is Van Duin verboden. De voorzet van Jonathans. Niet heel makkelijk voor de spits van Duivenboot. Ginkel. Vidovic naar Kozlowski. Ontwijkt de tackle van Lelieveld. Vidovic. Maar niet ertussen. Maar weer terug bij Vidovic de bal. Meulensteen. Jonathans. Jonathans en Fase met een knappe redding. Vitesse dringt aan. Iemand meer, hè? En ja, daar wordt getwijfeld door Kramer en Seuntjes, die allebei toch liever aan de andere kant van het veld in actie komen. Kramer gaat geel krijgen. En dat betekent voor Michiel Kramer een schorsing. Dus mist hij Feyenoord uit. Van Ginkel mislukt. Lobete er nog een keertje achteraan. Dat is een slim duwtje dat niet wordt bestraft. Lobete en Scherpen. Hij is er weer terug, Lobete. Vroeg. Ja, daar is Anita. Daar is Bakari. Iedereen bij RKC op de bank. Juist al. RKC wint met 1-0 van Vitesse. 35 punten heeft RKC. En nu kunnen ze er toch niet meer omheen. Dat ze sowieso veilig zijn.